overleveringen die ik heb gelezen, staat dat de mensen van zijn volk een grote brand voor hem gingen stichten. En dat zij hem in brand hebben gezet. Wat ik vaak hoor hier en daar, dat de koning dat heeft. Dus dat zijn twee zaken. Daar gaat het aan. In wat ik vaak heb gehoord, is dat een Namroed, nadat zijn volk, het volk van Ibrahim, hem ging beklagen bij Namroed, is dat Namroed die opdracht gaf om een groot vuur te maken en dat hij daarin wordt gegooid met een menjaniek in het vuur. Echter, bij het lezen van dit boek, Al-Bidaya al-Nihaya, en dit is een muhaqqaq van Imam Ibn Kathir rahimahullah, en dit is een nieuwe versie die ook gecontroleerd is door Sheikh Mustafa bin al-Adawi, staat dat zijn volk hem heeft verbrand, niet Namrud. En hij citeerde Ibn Asakir rahimahullah in zijn boek, geschiedenisboek, in ieder geval. Het gaat niet om het verbranden zelf, maar het gaat om wat leren we daaruit. Dat hebben we duidelijk gemaakt. Maar voor mensen die het nog verder willen onderzoeken, is het nog. Het gaat mij om het verhaal van het verbranden van Ibrahim en daarnaast dialoog tussen hem en Namrud. Want die dialoog, volgens wat ik heb gelezen, is daarna gekomen, na het verbranden van. Het verbranden van Ibrahim. Of het gooien van Ibrahim in vuur, want hij is niet verbrand. Hij werd niet verbrand. Wat is er gebeurd? Ibrahim werd gepakt. Er werd een dag afgesproken dat hij in het bijzijn van mensen in vuur wordt gegooid. En iedereen mag een aandeel nemen aan het verzamelen van hout en alles waarmee Ibrahim verbrand zal worden. Iedereen. En iedereen was ook gekomen om te kijken hoe Ibrahim wordt verbrand. Wat wel authentiek is overgeleverd, dat toen Ibrahim in vuur werd gegooid, is dat hij zei: Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. En deze hadith is sahih en authentiek. En de profeet zei: Qalaha Ibrahim, hinama alqahu qawmuh. Toen hij werd gegooid door zijn volk in het vuur. En qala Muhammad. Muhammad heeft ook gezegd: Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Toen de mensen tegen hem zeiden: Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dus dat er veel mensen zijn gekomen. Hij zei: Hasbi Allah. Wat betekent Hasbi Allah wa ni'mal wakeel? En hier komt een heel belangrijke les. Wat betekent dat? Weet jij dat? Hij ging zijn vinger. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel betekent: Allah is mij genoeg. Betekent: Allah is mijn beschermer. Allah is degene die mij kan helpen. Hasbi Allah wa ni'mal is genoeg voor mij. Kijk, je hebt zoveel mensen daar bij elkaar gekomen. Er wordt een groot vuur gestoken en werd hij bang? Raakte hij in paniek? Niet. Wat zei hij? Hasbi Allah wa ni'mal. Allah is mij genoeg. Wie heeft de bomen gemaakt? Allah. Wie heeft de hemelen gemaakt? Allah. Wie heeft de aarde gemaakt? Allah. Wie heeft het vuur gemaakt? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zei tegen die vuur, die ook een schepsel van de schepselen van Allah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wees bardan, koud. Salaman, vredig. Vredig. Ondanks, als kijk, koud kan ook een straf zijn. Ik kan ook door het verkoud, als het koud is,
is bevriezen en ook echt een groot straf, Zamharib. Een van de straffen van Jahannam. Van Jahannam, mensen denken alleen maar aan vuur. Maar ook Zamharib is ook een straf. Zamharib is echt heel erg koud. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah zei tegen vuur, wees koud en vredig voor Ibrahim. Dan staan we nu tegenover alle mensen die tegen Ibrahim zijn. Een groot vuur die gestoken is. Ibrahim is daarin gegooid. Wat zou jij dan denken met je logica? Ibrahim is dood. Ibrahim wordt verbrand. Ibrahim leeft niet meer. Ibrahim, zijn verhaal is klaar. Zo zou je denken. Maar Allah zegt... Nee, dat gaat niet gebeuren. Kan iemand weer zeggen, nee, dat gaat wel gebeuren? Niemand. Wat zei Allah? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Fa'aradu bihi keida. Faja'alnahumul aqsari. Zij wilden iets berampen met hem. Iets niet goeds. Wat wilden zij? Ze wilden hem doodmaken. Is het hen gelukt? Niet. Waren ze winnaars of verliezers? Verliezers, Allah zegt van Jahannamul Akhsarin. Beste broeders, hier moeten we toch iets van leren. Dit is ook het doel van deze lezing. Dat wij uit deze verhalen leringen trekken. Leringen in het zelfvertrouwen hebben. In het vertrouwen op Allah. In het zich wenden tot Allah in moeilijkheden. In alle situaties. Het is een lering, het is een les. Dit zijn gewoon lessen. Lessen in praktijk. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Verliezers. En de Namrud die raakte ook versteld. Die koning, wat is er aan de hand met dit? Wat is er aan de hand? Hij was benieuwd naar de God van Ibrahim. Wie is deze God van Ibrahim? Die ervoor heeft gezorgd dat ondanks het feit dat Ibrahim alayhis salam in vuur wordt gegooid, dat hij niet vertrouwt. Hij ging weer in dialoog. Met wie? Met de koning. Maar wie is jouw God? Het is jouw God. Allah zegt, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. Qala Ibrahim, Rabbi. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mijn God die doet mensen in leven en laat mensen leven en mensen niet. Kan dood laten gaan. Ihya'ul imat. Wat zegt hij? Ana uhyi wa yumit. Ik laat mensen ook dood en ik laat ze ook dood. Maar subhanallah, waarmee hij is gekomen, is ver van de ethiek van het dialoog. Hij ging afweken van het hele. Hij liet twee mensen uit de gevangenis naar buiten komen. Eentje liet hij vrij en eentje liet hij doodgaan. Hij zei, kijk, ik doe het ook. Binnen de munadara, dialoog en debat, is dit geen beleid. Is het niet iets. Het heeft geen grond voor debat. Maar Ibrahim gaf niet. Hij zei, Rabbiya. Inna Allah yati bishamsi min al-mashriq. Allah doet de zon komen uit het oosten. Toch? Kan je het andersom? Fawuhi talladik. Eén vraag. En dan was het al klaar. Dus dan is het klaar. Betekent dat hij de waarheid gaat volgen? Hij heeft de waarheid niet gevolgd. En hij wilde ook niks mee te maken met de waarheid. En hij heeft het kunnen beseffen, gezien. Ze hebben allemaal gezien dat Ibrahim in vuur is geweest. En dat Ibrahim niet is verbrand. Je zou zeggen, na deze bewijzen moet je dan echt klaar zijn. Niet klaar. Want dit is het leven. Je moet niet denken, ik heb een duidelijk verhaal gemaakt. Ik heb de waarheid. Ik vertel de waarheid. Nu moet iedereen mee volgen.
Gebeurt dat in de praktijk? Nee. Daar moeten we ook lering uit trekken. Jij moet doorgaan met jouw da'wa, los van of mensen je volgen of niet volgen. De waarheid is wel de waarheid en blijft altijd de waarheid. Ik ga de zitting onderbreken. Ik denk dat wij een pauze gaan nemen, iets gaan eten en terugkomen. We nemen een 15 à 20 minuten pauze tijd. En we pakken het op. Ook de broeders of de zusters die ons volgen via Facebook. We gaan straks hervatten na 20 minuten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Na al deze gebeurtenissen heeft de profeet Ibrahim besloten om te verhuizen. Om te emigreren. En kun je nagaan, na al deze gebeurtenissen, dat er maar twee mensen met hem gelovig waren. Zijn vrouw Sarah, die tevens een nichtje van hem was. En zijn neefje, de zoon van zijn broer, de profeet Lot, vrede zij met hem. Dat waren twee mensen die met hem waren en die gelovig waren en die met hem gingen verhuizen. Sarah was een vrouw die gelovig was, was een mooie vrouw, bekend in de geschiedenis van de mensheid. En die ging met hem. Samen met Lot gingen ze Babylon verlaten. Want da'wa moet verder. Als het niet lukt daar, dan moet het wel ergens anders gaan lukken. Onderweg was er iets gebeurd. In de overleveringen wordt gesproken over Jabbar Messer. Jabbar Messer, een machtig man in Egypte. Die kwamen ze tegen. En kwamen ze tegen, die man vroeg aan de profeet Ibrahim, wie is zij? Hij zei, mijn zus, het is derde. We hebben gezegd, zoals de profeet Mohammed heeft duidelijk gemaakt, dat de profeet Ibrahim drie keer ging liggen. Eerste keer toen hij zei dat hij ziek was in Nisaqim, toen zijn volk naar dat feest gingen. Tweede toen hij ging wezen naar de grootstand werd. En derde toen hij zei dat Sarah zijn zus was. Daarna, toen hij dat zei, zei hij tegen zijn vrouw, als hij jou ondervraagt, dan moet je zeggen dat ik jouw broer ben. En hij was bang dat er iets met haar gebeurt. Of dat hij haar zou mishandelen, fysiek of iets anders gewoon. Dus, en subhanallah, Ibrahim zoals hij de overlevering ging du'a doen, dat er niks met Sarah gebeurt. En die man die wilde Sarah pakken. En subhanallah, zoals het staat in de overlevering. Er was iets dat hem tegenhield. En hij was helemaal, kon niet bewegen. En hij zei tegen haar, ja, doe iets, zeg iets dat ik loskom, dat ik weer normaal word. En hij kwam weer bij. En hij wilde nog een keer proberen. En nog een keer proberen. Drie keer had hij geprobeerd om haar te pakken, te raken, was niet gelukt. Toen zei hij tegen zijn mensen, dit is niet een gewone persoon. Dit is een shaitaan of iets. En hij liet haar los en hij gaf haar Hazar mee. Die Jabbar van Messer. En Hazar was een dochter van een Kopt. Een bekende Kopt. Kent. En hij zei tegen haar, dit is Hazar, ze gaat jou dienen. En Hazar ging mee. Hazar, Sarah, Lot en Ibrahim. Ze gingen naar Haran. Haran bevindt zich in Sham. Het hele gebied daar. Syrië,
Jordanië, Libanon, Palestina, dat hele gebied heet Sham. En daar ging hij zich vestigen. En daar is in eerste instantie, toen zij waren weggegaan, en Sarah kreeg geen kinderen. Toen heeft Sarah Ibrahim geadviseerd om met Hagar te trouwen. Dat was op haar advies. Als je leest in de bewijzen die authentiek zijn overgeleverd, dan was dat op haar advies. Toen hij met haar trouwde, raakte ze zwanger. En toen ging die jaloezie steeds meer bewegen, werd steeds meer opgewekt en dat leidt tot problemen. Dat leidt werkelijk tot problemen. Sarah en Hagar. Terwijl, je zou zeggen in eerste instantie, Sarah was degene die dit heeft bevolen. Die dit heeft geadviseerd. Die jaloezie werd opgewekt. En werd steeds meer. Omdat het was moeilijk om die twee vrouwen bij elkaar te houden. En als je leest in opdracht van Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft de profeet Ibrahim Hagar en zijn haar pasgeboren baby laten verhuizen, of met hun mee verhuisd naar een plek waar die zag. Een plek, een lage plek tussen bergen waar geen begroeiing is, geen eten, geen drinken, geen gras, geen bomen, geen. En daarna had de profeet Ibrahim besloten om weg te gaan uit Mekka, wat toen afgelegen was, leeg was. Er waren geen mensen, er was niemand. Hij besloot toch gewoon om weg te gaan. En dan roept een vrouw tegen hem met haar pasgeboren baby van: voor wie laat je ons achter, Ibrahim? Voor wie laat je ons achter? Hij gaf geen antwoord op deze vraag. En nadat ze meerdere malen dit had herhaald en ze zag dat hij geen antwoord daarop gaf, zei ze tegen hem: Allahu amaraka bihada. Is dit een bevel van Allah? Is het iets wat Allah heeft bevolen? Ze zei ja. Ze zei: idha lam yudayya'na Allah. Voorwaar, Allah zal ons niet in de steek laten. Dit is wel een standpunt. Een sterke standpunt. Van wie? Van een gelovige vrouw. Van een gelovige vrouw in een afgelegen plek met een pasgeboren baby en die zegt gewoon: idha lam yudayya'na Allah. Voorwaar, Allah zal ons niet meer in de steek laten. Allah gaat ons niet in de steek laten. Dit is een hele sterke standpunt. Ik ben nu bezig met Ibrahim, dus niet met Hagar en haar persoonlijkheid en wat ze heeft gedaan. Ibrahim heeft het daar niet bij gelaten. Hij is niet helemaal vertrokken en klaar. Hij stond op een plek aan de rand van Mekka en hij zei: Rabbana, ik ging zich wenden tot Allah. Tawakkul. Het vertrouwen op Allah. Het blindling. Vertrouwen op Allah. Dat hebben wij nodig. Blindling. Zoals mensen blindlings iemand volgen en nadoen en zo. Je zou zeggen: niet blindlings iemand nadoen. Niet blindelings iemand nadoen die een bepaalde kapsel of kleding draagt of zo. Dat doen alle mensen nu, blindelings. Maar als het gaat om blindelings de opdrachten van Allah volgen en de voorschriften volgen, zeg je: ja, maar is het niet logisch? Ja, ik vind dat je, ja, je moet aan allerlei filosofische beredeneringen die nergens op slaan. Ibrahim ging echt vertrouw op Allah, totaal overgeven Allah. Maar die dua was ook oprecht. Van het hart. Wetend dat Allah jou datgene kan geven wat je vraagt. Daar heb je wel sterk iemand voor nodig dat je dan in zo'n positie komt. En dat je zo Allah met vertrouwen vraagt. Hij zei en Allah weet wat in de situatie waarin Hagar verkeert. Hij zei: Rabbana, inni askantu min dhurriyati biwad ghayri dhi zar 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. O Allah, ik heb een deel van mijn nakomelingen achtergelaten op een plek, lage plek, waar geen eten, geen drinken, waar niks in zit. Hij weet de situatie en Allah weet de situatie en heeft ze achtergelaten. Wat zegt hij? Wat voor dua deed hij voor Allah? Hij zei, Rabbana, die yuqimussal. Laat ze mensen zijn die het gebed verrichten. Gebed verrichten betekent de godsdienst intact houden. Godsdienst is gebaseerd op het gebed. Iemand die 5 keer per dag bidt, is gelovig. En daarom zei de profeet, het verschil tussen ons en hun is het gebed. Wie het verlaat, begaat op. Wat onderscheidt jou van jouw buurman? Misschien heb je ook een eerlijke buurman die hard werkt, die ook naar buiten gaat om geld te verdienen in de ochtend, heeft een auto net als jou, draagt een bril net als jou. Het gebed. Gebed als tijd om te bidden, dan laat je Allah, dan ga je woede verrichten, dan ga je knielen voor Allah. Dan ga je buigen voor Allah. Dus het belangrijke onderscheid. Rabbana, hij vraagt Allah, hij maakt zich zorgen over hun geloof. Hij vraagt Allah om ervoor te zorgen dat zijn geloof intact moet blijven. Daarna vroeg hij, faj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim. Laat een groep mensen naar hem toe komen. Warzuqhum, en voorzie hen van vruchten, zodat ze u dankbaar zullen zijn. Want als je in zo'n situatie verkeert, op een plek geen eten gaan drinken, en je wordt dan in zo'n onmogelijke situatie toch wel voorzien, dan moet je dankbaar zijn. Maar dit is ook iets waar wij stil bij moeten staan en reflecteren op onszelf. Veel van onszelf waren arme mensen, hadden niks, verkeerde in moeilijke situaties. Allah heeft dit voor hun opgelost. Allah heeft hun datgene gegeven wat ze wensen, wat ze willen, aan onderhoud, aan geld, aan voorziening. Dit moet genoeg aanleiding zijn voor jou om Allah dankbaar te zijn. Dankbaarheid. Een groot gunst. Dat je dankbaar moet zijn voor je schepper. Voor alles wat hij jou heeft gegeven. En Ibrahim ging weg. Dit een vrouw met een pasgeboren baby. Klein beetje water. In zo'n waterfles. En is weggegaan. Heel moeilijke situatie, zowel voor Hajar als haar baby. En niet te vergeten voor Ibrahim. Want Ibrahim, die laat ook zijn vrouw. Denk je dat alleen de vrouw die zich zorgen gaat maken, maar ook Ibrahim, hij laat zijn gezin. Hij laat zijn vrouw. Hij laat zijn kind. Een kind waar hij jarenlang op heeft gewacht. Is niet makkelijk. Is een hele moeilijke situatie. Hij vertrouwde op Allah. Hij deed dua en hij vertrok. Achteraf, nu als wij nu terugkijken naar dit verhaal, even tussen een break weer. Wat is er misgegaan met haar zoon? Wat is er misgegaan met haar zoon? Wie heeft ertoe geleid dat ze nog leven? Dat ze worden voorzien? Salaris, pinpas, geldautomaat, werk, opleiding, diploma, PhD, hogeschool. Niets. Niets hiervan, van dit leven. En daar komt het vertrouwen op. Vertrouwen op Allah is belangrijker dan al deze middelen. Die middelen die wij hebben, of die allerlei dingen die we doen, bijvoorbeeld studeren, werk is goed. Dat zijn middelen. Ook al doen, al ga je studeren, al haal je de hoogste diploma, dat betekent niet per definitie dat je werk zal hebben. Of dat je geleid wordt. Het vertrouwen op Allah, daarop moet je baseren. Niet op wat jij kan. Op dat stukje papier wat je hebt behaald. Op dat geld wat op jouw bankrekening staat. Dat pinpasje wat je overal, Mastercard, internationaal, dat je overal geld kan pinnen.
Daar moet je niet op leunen. Je moet vertrouwen op Allah, de voorziener. Die Hajar en haar zoontje heeft voorzien in een plek waar je zou denken, het leven is daarbij gestopt. Het leven van die mensen is daarbij klaar. Je zou zeggen, klaar, deze mensen zullen overleden, zullen doodgaan. Deze mensen zullen werkelijk doodgaan. Hajar alayhi salam leefde. Hij ging verder. En Allah heeft haar voorzien. Het verhaal is heel erg bekend. Het verhaal van Zemzem, Jibril, Safa en Marwa gaat nu om Ibrahim. Ibrahim alayhi salam ging verder naar Sarah. Dat is een vrouw. Zijn nicht, vrouw, ging verder met zijn leven. En hij kwam vaak terug. Hoe vaak? Allahu alam. Er zijn verschillende overleveringen daarover. Hij kwam vaak terug om te kijken hoe het gaat met zijn vrouw, Hajar, hoe het gaat met zijn zoontje. En in de tussentijd is Ismaël in het groeien. De voorziening is gekomen. Groep mensen zijn gekomen, Zorhom, de familie Zorhom, stam Zorhom, die daar naar Mekka kwam, die daar zich ging vestigen, die gebruik ging maken van water, kwam leven weer in Mekka. Vervolgens groeide Ismaël. En dan komen weer de volgende beproeving. Het verhaal van Ibrahim is vol beproeving. En nu komt een andere beproeving. Ismaël is jong. Heeft een mooie leeftijd bereikt. En wat gebeurt er? Ibrahim ziet in zijn droom dat hij zijn zoon moet slachten. Dat ene zoon. Waar hij lang op heeft gewacht. Waar hij van hield en houdt. Hij krijgt nu een droom dat hij zijn zoon moet slachten. Is een heel andere beproeving. En kenmerkend voor Ibrahim is dat hij inderdaad een moslim was. Een moslim, iemand was die totaal ging overgeven aan Allah. Hij ging niet in discussie met Allah. Hij ging niet in discussie met datgene wat Allah heeft bepaald. Hij ging nooit leunen op zijn logica en zijn verstand om te discussiëren over de regels. Zijn verstand, je verstand gebruiken, er is niks mis mee. We hebben daarover gehad. Is goed. Je kan je verstand goed gebruiken. Maar je verstand gebruiken om in discussie te gaan over de regels van Allah is verkeerd. Ik ga eraan. Dat jij weet, Allah heeft iets bepaald. Heeft een bepaald voorschrift. Voorgeschreven. Hijab. Hijab van de vrouw. Hijab is niet alleen maar een stukje jilaba of gimar wat je aandoet. Wat is dat voor hijab als jij met mannen gaat praten en met mannen gaat lachen en met is dat een hijab? Waar is de innerlijke hijab? Al-haya? Veel mensen denken hijab is een stukje stof. Die op je hoofd doet of jilaba die je draagt. Hijab is veel meer dan dat. Zeg ja, zuster, dat mag je niet doen. Want Allah wil niet dat je doet. Zeg ja, maar dit en dat. Discussiëren. Of discussiëren over de regels van Allah. Over dit of over dat. Over ja, maar in deze tijd. En in deze omgeving. En we zijn in 2000 dit. En deze wetgeving van Allah geldt voor alle tijd. Geld voor alle tijd. Ibrahim krijgt de opdracht om zijn zoon te slachten. Is er nog een grote beproeving dan dit? Je wordt beproefd in je gezondheid, je wordt ziek. Geduld. Je wordt beproefd in armoede. Je moeder overleed. Je vader overleed. Je vrouw overleed. Je kinderen overleden. Dat is een beproeving. Maar dat jij zelf jouw zoon gaat slachten. Met je hand. Je zoon van wie je houdt. Zoveel houdt.
die een bepaalde leeftijd heeft bereikt, dan dat je van Allah hem zelf moet slachten, is een grote beproeving. Is een hele grote beproeving. Ondanks het feit dat dit een grote beproeving, er is niet gebleken in Allah, alles wat overgeleverd is, dat Ibrahim één tegenwoordig heeft gezegd. En sterker nog, hij legt het voor bij zijn zoon. Wat zegt zijn zoon? Zijn zoon zegt, o mijn vader, doe wat Allah wil. Ja, abati, fa'al ma tu'mar. Doe wat Allah van je vraagt. Satajiduni insha'allahu min as-sabir. Jij zult mij insha'allah geduldig vinden. Prachtig opvoeding. Mooi opvoeding. Je zou zeggen, ja. Dit kan niet dit kan niet zomaar een reactie zijn. Het is het resultaat van de opvoeding. Iemand die zo'n opvoeding heeft gekregen, die zal zich daarbij neerleggen. Maar iemand die heeft vanaf het begin geleerd bij alles te vragen waarom. Waarom? Je zegt tegen hem, A, waarom? B, waarom? Waarom moet ik dat? Waarom? Waarom? Bij alles moet je ze vertellen en reden geven en uitleggen waarom jij iets zegt en waarom je iets doet en waarom je iets onderneemt. Al waarom en waarom en waarom. Cultuur van waarom. Dat was niet bij de profeet. Dat was niet bij vrome mensen. Allah heeft het gezegd. Dat is het. Wat zegt die zoon? Ja, en wat je fa'al met hem. O mijn vader, doe wat Allah wil. Je zult mij geduld geven. Geen enkel tegenwoord. Van zoon. Zoon, vader. Moslims. En dat zegt Allah, فَلَمَّا أَسْلَمَا, toen zij zich totaal hebben overgegeven, allebei. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, heeft hem neergelegd om hem te slachten. En in sommige verleveringen heeft de mes eroverheen, want die mes ging niet slachten. Dan kwam de oproep van Allah dat hij geslagen is in de toets. Dat hij een diploma heeft gekregen. Mooi diploma. Een diploma van het totaal overgeven aan Allah. De hoogste diploma. De hoogste wat je kan behalen. Dat je totaal overgeeft aan Allah. Bij alles wat je doet Allah. Bij ook tegenover je geliefde. Een mooie les, een mooie beproeving. Maar Ibrahim slaagde daarin. Samen met zijn zoon. Om neer te leggen bij het besluit van Allah. Dit is ook een les voor ons allemaal. Hoe stellen wij zich op tegenover de beproeving? Als jij beproefd wordt, beste broeder en zuster, in je gezondheid, in je bezit, in je kinderen, in het verliezen van je ouders, hoe ga jij opstellen tegen? Je bent niet gevraagd om je zoon of je dochter te slachten. Maar subhanallah, sommige mensen zijn sterk. Ook als ze beproefd was. Sommigen, net als iemand die Allah aanbiedt op een hoekje. Het hoeft één keer niet goed te gaan en dan valt hij. Dan verliest hij het wereld en het hele land. Bij beproevingen moet je staan. Standvastig. We weten dat er mensen die beter dan jou zijn, die beproefd werden met grotere beproevingen dan jou. Ibrahim, een voorbeeld. Umma, Hanif, Muslim, Iman, al deze eigenschappen en beschrijvingen. Maar hij heeft het gepraktiseerd. Het is niet een etiket die je plakt op iemand. Dokter anders, master of arts in dit. Het is niet een etiket en hij is leeg. De inhoud is geen master of arts. Gewoon een lege persoon die geen kennis heeft, niks. Gewoon heeft een diploma. Ibrahim was een imam, leider, een umma, zoals Allah dat heeft gedaan. Deze beproeving is voorbij.
Ibrahim is terug geslagen. Daarna kreeg hij de opdracht om de Kaaba te maken. En de Kaaba bouwen was een bevel van Allah. En Allah zegt: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Allah heeft Ibrahim laten weten waar het huis moet zijn. En hij zei tegen hem: أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْءٍ. Dat je geen deelgenoten aan mij toekent. En hij zei: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Bouw het huis en reinig dat huis voor Taïfin, de mensen die Tawaf doen, Al-Qa'imin, die het gebed verrichten, Ruka, sujud, mensen die Ruka doen en sujud voor Allah. En weet je wat ook bijzonder in het bouwen van de Kaaba, subhanallah, is dat Ibrahim samen met zijn zoon Ismaïl de Kaaba ging bouwen. En tijdens het bouwen, ze hebben het met een duidelijk bevel gedaan. Het is niet uit zichzelf. Bevel. Van Allah specifiek bevel. Hij heeft hun laten weten waar het moet gebeuren. Tijdens het bouwen gingen ze Allah smeken. Wat zeiden zij? Rabbana taqabbal minna. Accepteer het van ons. Zuiverheid. Het is een opdracht van Allah. Ik zou zeggen, er is geen andere aanleiding voor het bouwen dan dat opdracht zuiver. En ze gingen het doen. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ze gingen het dua dat Allah het van hen accepteert. Heeft Allah het van hen geaccepteerd? Ja. Hoe weten we dat? De vruchten. Iedereen gaat daar naartoe. Het huis is gebleven. Iets wat zuiver is, blijft. Iedereen doet tawaf. Iedereen aanbidt Allah daarin. Is een vrucht van wat hij zei. En ze hebben het niet daarbij gelaten. Ze hebben gezegd: Rabbana waj'alna muslimin lak. O Allah, maak van ons muslimin. Dat mensen zijn die totaal overgeven. Alleen dat? Nee. Wa min dhurriyyati. Ook voor ons nakomelingen. Want ze willen dat niet alleen maar voor zichzelf. Een van de kenmerken van de vrome dienaren van Allah is dat ze Allah vragen om een vrome nageslacht. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Vrome dienaren willen dat zij vroom zijn, dat hun kinderen vroom zijn, hun nakomelingen vroom zijn. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak. O Allah, maak van ons nakomelingen mensen die zich totaal overgeven aan u. En dan komt een mooie dua. Rabbana wa ba'ath fihim rasoolan minhum. En Allah, o Allah, zend uit hen een boodschapper uit hen. Yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. Innaka anta al-aziz al-hakim. Dat is de profeet Mohammed. Weer een andere dua. En al die dua zegt Allah van. Voor de mensen die zeggen: ja, ik heb veel dua voor, veel dua gedaan, maar het wordt niet van mij verwacht. Dan moet je naar jezelf kijken. Eet jij het halal of het haram? Als je eet het haram, eet, want die dua niet van mij. Allah zei tegen, en die profeet zei tegen hem met gezel, hij wil dat zijn dua wordt verwacht. Hij zei altijd: mat'amat tussen jabdawat. Zorg ervoor dat je halal eet, jouw dua wordt. Dus dat jouw dua niet wordt verhoord, ligt aan jou, niet aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah verhoort de dua. Soms gelijk, soms daarna, soms later. Je krijgt datgene wat je wilt later. Deze profeten die hadden alle vertrouwen in Allah. Ze deden gewoon wat Allah van hen vraagt. En ze smeekten Allah. Daar was het. Niet dat ze bezig met zonde, dag en nacht, en ze denken: ja, ik heb zo vaak dua gedaan, het wordt niet van mij. En ook, ze doen dua, maar ze hebben geen vertrouwen dat het wordt verhoord. Dat hadden de profeten niet.
Zoals ik zei, het verhaal van de profeet Ibrahim is lang. Er is een stuk wat belangrijk is, de andere kant, Sarah en is aan haar kinderen, aan haar nakomelingen. Ik denk persoonlijk dat we dit een aparte lezing gaan behandelen, inshallah. Want we hebben nu al een paar lange stukken behandeld, belangrijke stukken. Ik denk dat wij ook verschillende lessen hebben kunnen trekken uit de verhalen. Het is aan ons om dit goed te laten bezinken. Het filmpje nog een keer te beluisteren en stil te staan en te reflecteren op je eigen leven. Hoe ver ben jij? Hoe ver zit jij? Hoe groot is jouw vertrouwen op Allah? Wat doe jij als het gaat om de aanbiedingen? Hoe stel je je op tegen de bevelen van Allah? Wat voor moslim ben jij? Moslim die zijn mening wil geven over alles en beïnvloed doordat iedereen zijn mening heeft en je bent vrij om te zeggen wat ik wil. Zo'n uitspraak. Ik ben vrij om te zeggen wat ik vind. Hoe ik denk. Hoogmoed. Is echt hoogmoed. Tegenover de voorschriften van Allah. Zeg je dit. Zo stel je op tegenover de voorschriften van Allah. Kan toch niet. Dus er zijn veel lessen, vooral de omgeving waarin we zijn. Veel mensen denken dat ze beter weten. Dat ze kennis hebben. Dat ze een bepaalde positie hebben bereikt, dat ze ook denken en mening geven over iets wat Allah heeft. Weet beste broeder dat dat hoogmoed is. Dat de shaitan heeft geblazen in jouw verstand en heeft greep op je hele doen en laten, wanneer je zo denkt. En daarom moet je je toevlucht zoeken bij Allah tegen de vervloekte shaitan. En veel dua doen. En teruggaan naar Allah. Al vasthouden aan de bevelen van Allah. En neerleggen bij wat Allah heeft bepaald. En weet dat daar jouw slagen is. Als je dat doet, dan ga je slagen. Ik zal het beste broeders hierbij laten. Ik hoop inshallah dat we hier veel leren en lessen uithalen. En inshallah komt een vervolg aan dit verhaal. Moge Allah tabaraka wa ta'ala het van ons allen accepteren, ons leiden naar het verrichten van goede daden. Inna huwa li dhalika kullihi wal qadiru alayhi, alhamdulillahi rabbil alamin.